Hey, dit is Colin Gaat, mijn vlog over sport en bewegen in Stadden om mijn land. Ik ben bij Sportpark de Essenberg. Vandaag ga ik rugbyen. Hallo. Hi. Hey, hallo. Hey, ik ben Colin. Hi, Janine. Hi. Leuk dat je er bent. Dankjewel. We gaan rugbyen dus. Ja. Bij de Lady Bears. De Lady Bears, ja. De Lady Bears zijn het damesteam van rugbyclub Groningen. Oh ja. Ja. Rugby is zo'n sport die je dan wel kent van naam en je ziet het wel eens voorbij komen op de BBC of zo. Hoe het spel werkt en wat het is, ik heb eigenlijk geen idee. Kan je kort uitleggen wat rugby is? Ja, rugby is een spel waarbij je de bal niet vooruit mag gooien, maar alleen achteruit. Ja. Je verdedigt en je valt aan met je team. Ja. En je moet elkaar helpen, want ja, het is best wel hard soms. Het is wel een beetje beuken af en toe. Ja, ja, maar dat ga je ook doen. Ik ben heel erg benieuwd, joh. Jij gaat mij even de fijne kneepjes van het rugby uitleggen. Ja, wij gaan je laten zien. Ik heb ten eerste een outfitje voor je. Ja, natuurlijk. Ik heb een broekje, een speciaal rugby op Groningen shirt. Okay. Sokken in onze kleuren en een bitje. Oh ja, een bitje. Nou, dat gaat zo. Ja, perfect. Het praat niet zo makkelijk. Dus je moet een beetje leren om te communiceren met het bitje. Leren communiceren met het bitje. Nou, oké, dat komt helemaal goed, joh. Yes. Het is natuurlijk wel een sport voor bikkels, hè? Ja, wel een beetje. Ben je een bikkel? Ja, ik zou mezelf niet zo snel omschrijven als een bikkel. Oké, Janine. Ben je klaar voor? Ik ben er klaar voor. Oké, je mag meedoen. Ga maar gewoon in het rijtje. Oké, top. Rijtje mee. Hey. Pak hem, Laura. Oké, Colin, nu gaat het gebeuren. Wat gaat er gebeuren? Je gaat leren om een hit te maken. En dat is het begin van een tackle. Je ziet zo meteen dames met kussen. Je loopt er naartoe. Ja. En vlak voordat je er bent, ga je laag. Ja. Ga je met je schouder ga je op het kussen hitten. Oké. En dan ga je proberen om een stukje door te lopen. Laat me zien. Oké. Colin, terug! Laag. Oh, come on. Zet hem naar achter. Kom on. Oh. Ja, goed zo. Goed doorgelopen. Let's go. Nu kon je uitdelen. Ja. Maar je moet ook leren incasseren. Ah ja. Kom, Colin, nog een paar. Kom maar. Lekker hoor. Oh, ik krijg echt die beukels, jongen. Goed zo. Perfect! Goed gedaan! Even wel voelen dat je leeft hoor, Hero. Knetters. Nou Colin, dit zijn natuurlijk een beetje de basics. Ja. Kasseren, uitdelen. Ja. Maar je hebt nog niks met de bal gedaan. Nee. Dat gaan we nu doen. Helemaal goed. Dit is hem. Ik ga je laten zien hoe je moet gooien. Je hebt één hand hierachter, één hand hiervoor. Ja. Deze hand ga je kracht geven en deze stuurt. De bal nawijzen. Zo, je kunt zo instappen wanneer je wil. Oké, als je de bal wil, roep voor de bal. Ja. Roep rechts of links. Oh, nog. Rechts. Yo. Bal. Roep voor de bal. Blijf praten. Oh, ik heb een droom, man. Goed gedaan. Oh. Waarom doe jij rugby? Ja, omdat het een mooie sport is. Ja, wat is het mooie dan? Een combinatie van het hebben van een balsport, maar ook fysiek heel erg hard tackelen en hard rennen. En dus helemaal kapot zijn aan het einde van de training, maar je heel erg goed voelen eigenlijk. Ja. En ja, de eerste blauwe plek vond ik eigenlijk ook wel grappig, hè? Dat is wel een kroon op je werk of zo. Ja, dan heb je wel het gevoel dat je echt goed wat gedaan hebt. Ja, je moet een beetje gehavend van het veld afkomen. Nou, dat geeft wel een goed gevoel of zo. Ja, dat klinkt een beetje gek misschien. Maar. Wat is er zo mooi aan rugby? Je bent nuttig in het veld, hoe dan ook. Dus ik ben niet de meest getalenteerde speelster, maar toch kan ik altijd lekker me functioneel maken voor het team. Het is een full body workout. Ja. En daarnaast is de sfeer echt fantastisch. Ik denk dat je dat nergens anders vindt. Iedereen is welkom. Hoe dun, dik, breed, apart je ook bent. Je hoort er altijd bij. En dat vind ik ook echt heerlijk. Ja. Ja, is dat echt typisch iets voor rugby of zo? Voor rugby wel. Het is de enige sport waarbij het echt niet uitmaakt welk formaat je hebt. Er is gewoon een plekje voor je in het team. Ja. En dat is wel uniek.
Nou, het lijkt ons mooi als jij ook even deel uitmaakt van de line-out. Dus dan gaan we jou liften, hè? Oh, te gek. Ja, 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 leuk, leuk. Wil je wel de bal vangen, hè? Ik ga mijn best doen. Ja, 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 meer kan ik niet doen. Ja. Oké, okay, maar... Moet je dit broekje even aan? Okay. Want het broekje wat je nu hebt, dan kunnen we niet echt omhoog tillen. Oké, okay, mijn broek omhoog geven, schat. Ja. Hé, hey, kan het wel hebben, toch? Goeie been. Oh, oké, okay, oké. Okay. Je? Ja, Colin! Oh. 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 Het is ook een heerlijk gevoel dat je gewoon zo... Ja. En ineens stijg je boven jezelf uit. Ja, toch? Prachtig, man. Heel mooi. Is voor ook goed. Dankjewel. Wat is de volgende stap? We gaan scrummen. En dat betekent met de teams tegen elkaar aan gaat duwen. En iemand gooit de bal eronderin en je probeert om hem te winnen. Dus wat is dan mijn rol? Wij gaan je op midden zetten. Dan ben je de hoeker. Oké, okay, ja, nee, ja, een week verder. Jij bent vandaag onze hoeker. Ik ben vandaag jullie hoeker. Ja, uitstekend. Je moet heel laag, Colin. Ja. Er komt eerst komt de tweede rij. Voel je hier een hoofdje? Ja, ja. En de andere kant ook. Ja, gezellig. Dan gaan we met alles aan. Laag. Laag. Oké. Okay. Blijf op je eigen benen. Benen naar achter, Colin, zo meteen. Ja. Bind, bind en zet. Ja, goed zo. Goed zo. Hey! Ja, maar dat hier. We hadden hem toch? Oh, we hadden hem, man. Oké, kom op. Dat zijn tacklebacks. Ja. En dat moet je zien als de persoon die je dan in feite tackelt. Oh ja. Laag. Let's go. Ja, goed. Hou vast. Kom op, Colin. Hoppa. Ja, dat is wel vet. Dat is vet, toch? Ja, dat is wel een vet gevoel, man. Ging goed, toch? Die dingen om ver te beuken. Ja. We gaan denk ik even een echte tackle doen. Een echte zonder tackle? Zonder tacklebacks. Moet ik jou tackelen? Ja. Oké, kom op, Colin. You got this. Ja. Kom op, Colin. Wachter. Ze staan nog. Nee, doe het nog een keer, nog een keer. Dat was niet... Pakken, pakken, pakken. Je houdt vast. Goed zo. Kom op. Woehoe. Ah, die was wel oké, hè? Ja, die was goed. Nou, ben je klaar voor? Waarvoor? Gaan we partijtje spelen. Ah, partijtje, ja. Ja, goed. Tackelen, Colin! Tackelen! Pak de bal! Goed zo, goed, goed! Wat een mooie sport, zeg. Geweldig, man. Lijkt je nou leuk als ik een keer kom mee sporten of bewegen met jou of jullie? Stuur me een berichtje. @GewoonGaanTV. Of ga naar de website. www.gewoongaan.tv. Tot later. La 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 lady bird. La 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 la. La 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 lady bird. Lady bird. La 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 lady bird. La 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 la. La 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 lady bird. La 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 lady bird.